Ik ga zo meteen even de voerbak van Mango en Peaches opmeten. Nu ga ik even te voet naar de brievenbus. Hoi en welkom bij Vlogmisdag 19. Vandaag is het vrijdag en ik werk vandaag ongeveer een halve dag, is de planning. Vanmiddag ga ik nog wat leukere dingen doen die ik ook voor jullie kan filmen. Dus dan weten jullie dat. Net gedoucht, gemest, de kilo buiten gezet. Gemest, gedoucht, de kilo buiten gezet, dat is de volgorde. Maar nu ga ik snel naar binnen, want ik heb zo een telefoondienst. Ik heb het dit keer wel gehaald, een halve werkdag, want anders maak ik ook te veel overuren. Dus nu ben ik lekker vrij tot vanavond. Dan is harmonierepetitie weer. Dat is niet echt werk overigens, maar vrij om te vloggen. Dus wat ik vandaag wil doen is sowieso de kerstkaarten op de post doen. Dat ga ik doen, moet belangrijk, moet voor 5 uur. En met Cricut even aan de slag. Want ik wil op een aantal dingen nog labels maken. Dus dan ga ik hem even tevoorschijn halen en dat doen. Ik vind dat zelf altijd heel erg ontspannen om te doen. En ik doe het eigenlijk veel te weinig. Dus dat is in ieder geval wat ik wil gaan maken, doen, vanmiddag. Ook de adventskalender moet ik natuurlijk openmaken. En ik hoop dat Scherts zijn eten regelt, want ik heb geen auto. Dus ik ben een beetje afhankelijk van wat ik in de buurt kan doen. Verder geen probleem, maar ja, moet hij even voor eten zorgen. Ik ga in ieder geval even kijken of mijn moeder wellicht decemberzegels over heeft. Anders moet ik die ook gaan halen en dan kan ik ze alsnog niet op de post doen. Dus fingers crossed dat ze die heeft, dat ik die even mag lenen, zodat ik die morgen kan teruggeven. Dat ga ik even vragen en dan ga ik wandelen naar de brievenbus, mits ik dus de postzegels heb. En daarna ga ik aan de slag met de Cricut. Ja, gelukkig had moeder een velletje decemberzegels, dus die kan ik dan mooi op de kaarten plakken. En dan ga ik ze dan even wegbrengen. Zo, extra warm aan. Nu ga ik even te voet naar de brievenbus, want ja, waarom zou ik met de auto gaan? Dus letterlijk 10 minuten lopen en 10 minuten terug. Dus dat ga ik even doen. Dan kan ik dan met mijn Cricut beginnen. Mijn bril beslaat helemaal. Ik heb de vlogcamera thuis laten liggen, dus ik film even met mijn telefoon. Brief op de post gedaan. Nu wandel ik weer terug naar huis. Door de wei en tot kalm, want het is toch bevroren. Wordt wel echt koud. Maar goed, hè? De frisse lucht doet nooit kwaad. Even kijken wat hier doorheen. Dus ja, dat. Ik heb een leuk quizje voor jullie. Weten jullie hoe dit ding heet in het Limburgs? Als je het weet, laat achter in de reacties, dan zal ik zeggen of je het goed hebt. Voordat ik aan de Cricut begin, moet ik nog even mijn Samsung telefoon registreren, want ik heb hem gekocht tijdens zo'n cashback actie. En ik ben dan altijd iemand die zoiets dan weer vergeet. Dus ik dacht er nu aan en ik denk, moet het nu doen? Ik heb volgens mij nog tot januari of maart, maar ik wil het er niet op laten aankomen, want ik vergeet dat soort dingen. En het is 100 euro dat ik terugkrijg, dus dat is zeker niet mis. Dus ik ga het even snel registreren voordat die tijd weer voorbij is, zodat ik weer 100 euro heb verdiend. Of ja, verdiend. Ik heb natuurlijk uitgegeven de telefoon. Als ik de telefoon niet gekocht had, had ik meer kunnen besparen, maar mijn andere telefoon, die was kapot gevallen. Dus ik moest iets en dan kan ik de schade maar beter beperken. Alles gedaan, de design space is opgestart. Ik ga zo meteen even de voerbak van Mango en Peaches opmeten. Want ik wil hun namen er ook gewoon opzetten. Niet dat katten kunnen lezen, maar ik vind het zelf gewoon heel schattig.
eerst moet ik het killen even binnenzetten. Want het begint alweer donker te worden. Het gaat echt snel. En zij houdt echt absoluut niet van het donker. Als ik al iets te laat ben, dan is ze helemaal in paniek. Dus dat ga ik eerst even doen. Dan kan ik daarna even rustig focussen op mijn mini projectje. Dan moeten we ongeveer eten. En daarna moet ik bijna weer gaan. Dus een beetje toch wel hectisch. Ik ben altijd langer met dingen bezig dan ik van tevoren denk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ben niet per se slecht in plannen. Alleen denk altijd dat het sneller gaat. En ik raak vaak ook afgeleid tussendoor. Eerlijk gezegd. Maar ik ben blij dat ik in ieder geval de video's al 2 dagen vooruit heb geëdit. Dus dat hoef ik in ieder geval niet te doen vandaag. Maar ik ga ook niet langer babbelen, want ik moet de killer binnenzetten. En dan kan ik eindelijk aan de slag. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. Mocht je trouwens niet weten wat een cricket is, dat is een snijplotter en daarmee kan je ja, van alles maken. Eigenlijk, ik maak dan tot nu toe alleen maar labels mee. Maar je kunt er kaarten mee maken, dekentjes of kussens mee bedrukken, rompertjes, t-shirts, whatever. Daar heb je natuurlijk extra accessoires voor nodig. Dat heb ik niet. Ik heb de Cricut 2 volgens mij, open air. Inmiddels is ook al de 3 uit. Dan heb je volgens mij niet meer deze platen nodig waar je de vinyl op plakt. Maar dan kan het gewoon rechtstreeks in het apparaat. Dus ja, mocht je er nooit van gehoord hebben, dat is een Cricut. Ik vind hem heel erg fijn om te gebruiken, vooral voor het maken van labels. Wanneer je hem trouwens alleen voor de labels gebruikt, kan je ook de Joy pakken. De Cricut Joy, die is een stuk kleiner. Deze is wat groter, omdat ik dacht, ja, ik wil misschien in de toekomst nog andere projecten doen. Dat wil ik ook wel nog steeds, maar dat is er nog niet van gekomen. Hè? Dus vandaar. Ik ga het papier erin stoppen en in ieder geval het label printen. Het label wat ik wil gaan maken en ik hoop dat het past. Ik heb al gemeten, maar ik hoop dat het precies zo mooi past als ik in gedachten heb. Dat is dit. En dat doe je dus in de Cricut Design Space. Kun je van alles maken. Hetzelfde lettertype als dat Willy heeft. En ik vind het eigenlijk wel schattig dat er 2 katjes bij staan. You might think the weather's kind of cold. So hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along now and play. What a wonderful day. Christmas is almost here. Let's toast to a very good year. It's just you. Zo, die dingen heb ik echt veel te lang uitgesteld. Dus nu hebben we alle potten in de pasta en rijst, schap en label en de voerbak van Mango & Peaches. En nu ga ik even kijken wat ik ga koken. Ik had gisteren de adventskalenders niet opengemaakt, maar ik zal het nu even doen, zodat jullie toch die vakjes zien. Dat was vakje nummer 16. Deze. Even kijken, deze van Holland & Barrett natuurlijk. En daar zit in een van Dr. Bonner's Organic Lavender Hand Cleansing Spray. Ah. Dus dat is eigenlijk een soort zo'n desinfectie spray die met corona natuurlijk heel veel zag overal. Maar dan met lavendelgeur en organic. Gelijk even testen. Oh, hij ruikt wel echt lekker. Verder is gewoon, je ruikt een beetje die alcoholgeur, maar het ruikt wel echt de lavendel. Dus dat is dit product. Deze. En daar zit weer een lakje in. Pajama Smooth.
tot blauwige kleur. Even kijken. Ah, meer grijs. Deze. Ik vind grijs een super leuke kleur en die heb ik dus ook nog niet. Dus ja, heel erg leuk dat die erin zit. Dat was in ieder geval dag nummer 16 bij beide kalenders. En ga ik nu weer door met de vlog. Klaargemaakt en ik ga nu naar de repetitie van de harmonie. Ik spreek jullie daarna weer. Inmiddels terug van de repetitie. Het is al 3 uur 's nachts, veel te laat. En ik heb veel te veel gedronken. Ik ga in ieder geval slapen. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot morgen bij een nieuwe vlogmas. Doei doei!